Hartelijk welkom in de Personato persruimte van het Goffertstadion. Fijn dat u allemaal de tijd heeft kunnen vrijmaken om hier naartoe te komen. Het is de derde keer dit seizoen dat wij u uitnodigen om aanwezig te zijn bij de presentatie van een nieuwe shirtsponsor van NEC. En daar zijn wij buitengewoon verheugd om. Ik heet bijzonder welkom Wim Schipper als directeur, algemeen directeur accountancy van de Flint Groep. Flint wordt de nieuwe shirtsponsor van NEC. Dat is niet voor iedereen meer een verrassing, want dat verscheen afgelopen zaterdagavond al in de media. Maar we vinden het toch heel fijn dat u allemaal hier naartoe bent gekomen om alle details hieromtrent van ons te vernemen. Ik mag u eerst een paar dingen vertellen, dan zal de heer Schipper dat doen. En dan uiteraard is de gelegenheid voor het stellen van vragen, hetzij hier aan ons achter de tafel of zometeen één op één, wat u wilt. Dat is aan u als media. Maar eerst wil ik graag nog heel even stilstaan bij onze partner tot aan dit moment en dat is Voorschotje.nl. Want de berichtgeving in verschillende media van de afgelopen 48 uur of 36 uur lijkt erop alsof Voorschotje.nl door ons aan de kant is gezet, omdat we eindelijk in de positie waren om met een fatsoenlijk merk een overeenkomst te sluiten. Nou, ik wil u graag hier duidelijk stellen dat wij de afgelopen maanden op een hele prettige, fatsoenlijke en professionele wijze hebben samengewerkt met Voorschotje.nl. Ze hebben ons aan de voorkant van onze samenwerking heel duidelijk geïnformeerd over hun discussie op zakelijk gebied tussen de AFM en het bedrijf. Daar hebben ze ons in de loop van de tijd continu van op de hoogte gehouden hoe de voortgang daarmee was. En ze zijn al hun afspraken richting NEC op een uiterst correcte wijze nagekomen. Ik ben dan ook blij om te kunnen zeggen dat Voorschotje.nl ook het komende anderhalf jaar op een andere manier, in ieder geval aan NEC betrokken, bij NEC betrokken zal blijven. Onder meer door middel van ledboarding en ook een aantal posities op de backdrops. Dat gezegd hebbende over Voorschotje, dan nu graag het vizier gericht op Flint. Want, wat ik u al zei, wij zijn erg blij dat wij Flint aan ons hebben weten te binden. Wij sluiten met elkaar een overeenkomst tot het einde van het lopende seizoen. En we hebben met elkaar een afspraak gemaakt om de komende maanden te gaan bekijken of we die afspraak gaan vervolgen voor het volgende seizoen of niet. Kortom, er zit ook een optie in de overeenkomst ingebouwd om te kijken of de overeenkomst voor een langere periode gaat voortduren dan dit seizoen. Flint is de derde shirtsponsor van NEC. Misschien is dat ook wel een soort trend, hetzij bij ons misschien wel meer in de markt, dat shirtsponsorschappen ook niet meer automatisch hele langdurige contracten zijn. Wij weten als betaald voetbalorganisatie, en daar werken we iedere dag keihard aan, om onze positie te bevechten en sterker te maken, om daarmee een aantrekkelijke partner te zijn voor partijen. Bijvoorbeeld vandaag zoals Flint, die NEC geweldig kunnen gebruiken om te werken aan hun naamsbekendheid, komende uit een recente fusie samen met de Gibo Groep. Maar daarover zal Wim Schipper ongetwijfeld meer kunnen en willen vertellen. En daarom, Wim, geef ik jou nu graag het woord. We hebben de naamsbekendheid van Flint vanaf nu enorm verhogen en verstevigen. En hoe kan je dat beter doen? Door sportsponsoring. En we hebben gekozen voor NEC als een stabiele club, stabiele organisatie. En met de sportsponsoring van NEC bereiken wij een miljoenen publiek hier in Nederland. Miljoenen kijkers, elke keer maar weer. En dat betekent miljoenen mensen die Flint op het shirt zien staan van NEC. En met die naam Flint en met die shirtsponsoring zullen wij onze naamsbekendheid in het komende seizoen tot aan de zomer fors gaan vergroten. Daarom ben ik blij dat wij op vrij korte termijn in de achterliggende weken met Jacco tot overeenstemming zijn gekomen. En ik heb er vertrouwen in dat wij samen met NEC het komende seizoen de naamsbekendheid van Flint adviseurs en accountants sterk zullen gaan vergroten. Wim, mag ik jou een onbescheiden vraag stellen? Wil jij nog iets zeggen over het feit dat Jan van Tevelen voorzitter is van de Raad van Commissarissen van de NEC en voorzitter is van de Raad van Commissarissen van de Flint Groep? Ja, het is goed dat je me dat vraagt. Dat is ook in dit weekend in de pers terechtgekomen. Sommigen schreven daarbij een pikant detail.
Het is inderdaad een detail. Jan van Tevelen is zowel commissaris van Flint als van NEC. Dat betekent dat voetbal blijkbaar te maken heeft met netwerken. Een omstandigheid die zich voordoet. Mocht dat tot vragen leiden, dan zullen wij ervoor zorgen dat er een goede en passende oplossing voor deze samenloop van functies zal worden gevonden.